Ja, dat zei ik ook. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog, nou. Je bent welkom. Ook als je weet toch, welkom. En als je niet kan, ben je niet welkom. Je was heel slecht. Maar goed, het is vandaag maandag. En ja, er staat niet voor mij. Ja, er zijn wel dingen die ik vandaag kan regelen. Dus ik moet wel ik moet even naar de kapper gaan eigenlijk. Dat moet ik doen. En ik moet even kijken. De vlog van gisteren nog editen. En ik moet nog wat dingen regelen. Administratieve dingen. Dus dat moet ik even gaan regelen, mensen. En ik heb nog niet gegeten. En nog niet gedronken. En dus ik zie een vrouw van buiten naar mij kijken hoe ik deze camera in de lucht hou. Het is mijn huis. Ik mag hier doen wat ik wil. Ja. Yes, you know, like yes, yes, every day, yes. Vol! Yes, mensen. Ik ben zoals gewoonlijk weer... Wacht, ik zet jullie eventjes... Even dit erop zetten. Ik gooi even de gorilla pet erop. Juist. Zo. Een beetje naar boven zo. Ik ben zoals gewoonlijk weer de redder in nood. Want ik heb ook gedoucht, mensen. Dat heb ik net gedaan. Zo. Dus wat ik zei, ik ben zoals gewoonlijk weer de redder in nood. Waarom? Omdat ik, kijk, broeder van andere moeders, hij heeft een auto. Maar die auto, daarbij is zeg maar het raampje ingeslagen aan de zijkant. Domme sukkels hebben niet eens wat meegenomen. Hebben alleen dat raampje voor niks kapot gemaakt, zonder reden. Gewoon zomaar kapot maken hun. Domboos. Weet je hoe wij dat noemen? Wij Marokkanen, we noemen dat tachzaad. Waarom is het alleen maar tachzaad? Het is alleen maar moeite voor mensen doen. Onnodig. Onnodig. Die mensen hebben een auto nodig om naar werk te gaan. En hier, bijvoorbeeld nu is broeder van der moeder druk bezig met werk. Hij kan niet langs auto-onderdelenzaak. Dus, weet je wat? Ik heb mijn hulp aangeboden. Zeg van, weet je wat? Ik ga wel even langs. Ik heb geen auto. Mijn auto heb ik aan mijn moeder gegeven. Zodat zij Hisham kan brengen naar taekwondo. Dus, dat is mijn broertje voor de mensen die dat niet weten. Maar in ieder geval, dus ik ga even een raam halen. Rechts voor als het goed is. Voor een Opel Zwiegatje. Nou, zoals jullie zien, dit is de trui die ik gisteren heb gekocht. The best present ever. Van de H&M. Die ene H&M, die ballin H&M gevoelens. Waar vroeger de bolletrie was in de stad. Die nieuwe H&M dus. En ik ga natuurlijk ook mijn muts opdoen. Voor de kou. En nu lijkt echt op je inbreker. Amati, waar is die kluis, Amati? Amati, waar is die kluis? Waar is die kluis, Amati? Amati. In ieder geval, ik ga nu even richting auto-onderdelenzaak in Rijswijk met de scooter. Heel koud, geen probleem. Ik ga wel. Oké, volg. Ik hoop dat ik die raam wel ga kunnen meenemen op de scooter. Ik heb hier een hele grote tas van Coolblue. Dat is van Noah, had iets apparatuur, statief en zo in gestopt. Ik hoop dat ik het wel ga kunnen meenemen op de scooter. Kijk, ik kan het tussen je benen doen. Maar privé, man. Ik hoop het wel. Hoe dan ook, die ding gaat mee. Of die nou mee wilt of niet, hij gaat er mee. Moet wel voorzichtig rijden. Het begint al heel snel. Het is niet eens 5 uur, mensen. Het is ietsjes voor 4:30. Het is al zo donker. Het is gewoon donker buiten. Het is al vroeg al. Volg. Heel koud op deze scooter, heel koud. Ja, mijn handen vriezen er bijna af. En ik moet wel met losse handen, zeg maar, zonder handschoenen gaan rijden. Want ik moet af en toe kijken op mijn telefoon waar het precies is. Ik weet niet precies waar het uit mijn hoofd is. Goh, we zijn in ieder geval bijna daar. We zijn in ieder geval al in Rijswijk. Hier, kijk hoe druk kruispunt. Hup. Vol. 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 En mijn stoplicht staat al 2 minuten op rood. Maar ik rij niet door ook, mensen. Ik rij niet door. Nou, mensen. Hier is die spiegel. Ik bedoel die hele raam. En dit is mijn scooter. Toevallig heb ik hier al een keertje. Hier had ik een keertje een spiegel gehaald voor mijn oude auto, zo Ford Fiesta, zo'n hele kleintje. Er was een spiegel van de zijkant eraf gereden. Ben ik gelijk hier naartoe gekomen. Ja, toen had ik hier een spiegel gehad. Dus hier verkoop zeg maar allemaal auto-onderdelen. Want ik had nog vandaag gebeld om te kijken of ze het hadden. Nou, ze hadden het. Alleen ja.
groter dan ik had verwacht. Moet even kijken hoe ik dit ga meenemen. Moet heel voorzichtig rijden, want ik wil hem niet breken. Dus laten we even zien hoe het gaat. Jullie zien zo meteen wel hoe het is afgelopen. Spannend. Ja, dat zei ik ook. Je mag gaan betonen wat het verband is. Je hebt een GPS. Ja, maar dat is hetzelfde als dat iemand zijn deur open doet. Ja, tuurlijk. Mensen, jullie willen niet geloven wat is gebeurd. Kijk, ik ga jullie het scenario uitleggen. Ik ga jullie heel duidelijk uitleggen. Kijk, hier heb je een benzinepomp. Hè? Kijk, daar staat mijn scooter. Hier heb je een benzinepomp. Hier komen mensen om te tanken. Ja? Hier is rotonde. Hier is rotonde. Hier is tramhalte. Ik had in die tas, die tas heb ik al in mijn scooter in de buggy gelegd. Ik had in die tas een raam, zoals jullie dat weten. Hier is mijn pad, hier is mijn fietspad. Zoals jullie zien, hier zo zijn fietsers. Die rijden gewoon hier zo normaal langs. Oké. Okay. Dus ik rij hier zo normaal. En ik zie opeens een auto hier afslaan. Zoals de agent al zei, dat is een bijzondere manoeuvre. Je moet 100% voorrang hier krijgen. Dus ik denk van, ik rij hier zo. Ik ben bijna hier. Hij gaat stoppen. Want anders, als hij niet stopt, dan kan ik in hem gaan. Wat doet die man? Hij rijdt door. Dus ik moest vol op de rem gaan. Ik ga vol op de rem. Wat gebeurt er? Die glas die tussen mijn benen zat, die raam, die viel zo weg. Bah. Allemaal glas hier op de grond. Overal was glas. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik werd helemaal kwaad. Ik schop nog die tas. Ik dacht, helemaal voor niks. Ik loop naar die man toe. Ik zeg tegen die meneer. Kijk, wat is gebeurd, vriend? Hij zegt, wat is gebeurd? Hij weet niet eens wat er is gebeurd. Hij heeft niet eens besef van wat er is gebeurd. Ik kan niet eens met hem communiceren. Hij begrijpt geen Nederlands. Dan heb ik geluk dat deze man hier zo, deze held, hij was hier zo. Hij kwam hier zo te werk als vertaler. Hij spreekt Turks. Zelfs voor hem was het moeilijk omdat hij ander dialect praat. Ja, dialect praat. Andere die zijn goed. Hij praat Koerds, hij praat weer Turks. Ik leg hem uit van, chef, kijk, moeilijk te communiceren met deze man. Ik ben heel simpel met die man. Ik zeg hem, luister, ik heb net die raam gekocht. Dat is niet mijn geld, dat is iemand anders geld. Ik heb 40 euro dan betaald voor die raam. Het enige wat ik van jou wil, is die 40 euro voor de raam. Is niet mijn geld, nogmaals, is niet mijn geld, is het geld van diegene van de auto. Ik vraag alleen 40 euro voor die raam. Waarom? Als ik nu die 40 euro geef, moet ik hem 40 euro geven. Plus ik moet uit mijn eigen zak weer een nieuw raam gaan kopen. Het kost alleen maar extra tijd, extra geld. Alleen dat vraag ik. We hoeven geen verzekering, we hoeven geen politie, we hoeven niks. Deze man doet moeilijk. Hij zegt, nee, ik heb geen geld, dit, dat. Oh, je hebt geen geld, wat kom je hier doen dan? Tanken toch? Lastig, maar uiteindelijk, ik heb politie gebeld. Ik zei tegen die man, kijk, ik zei tegen hem, hij heeft alles vertaald. Ja. Ik zei tegen hem, kijk, ik ga politie bellen, maar niet politie om te zeggen van, kom schade van meneer. Alleen voor die glas hier zo, want er reden ook nog eens auto's hier de hele tijd overheen. En ik ga het ook nu zeggen, ik ga diegene ook moeilijk maken. Kijk, het is nu, als je tussen 5:30 en 6:00 ongeveer, hier hebt gereden, Avia Express, dit is Dynamo-straat, toch? Ja, dit is Dynamo. Dynamo-straat, moskee Sunna daar zo, operazaal daar. Als je hier zo over oprit hebt gereden en je hebt hier getankt en jouw banden zijn daarna lek gegaan, dan weet je waardoor het komt. Dan weet je waardoor het komt. Dan kan je uiteindelijk allemaal terughalen. De politie heeft het genoteerd als het goed is. En dan kan je, ja. Er reden auto's over die glas heen, dus we moesten de politie bellen om dit weg te laten vegen of iets. En nu is broeder van een andere moeder, ik noem zijn naam niet in de vlog, hij weet niet dat zijn naam bekend is. Broeder van een andere moeder is nu met die zoon van diegene meegaan om even ergens te gaan pinnen voor het geld. En nu staan wij hier zo te wachten. Ja, hij mag weggaan, maar hij wil staan, hij wil helpen. Bedankt man. Geen probleem. Je bent extra lang om te remmen wanneer je achter zit. Echt, de remweg is veel langer met jou. Maar ik kan, laatste moment kan ik remmen. Met jou, nee. 200 meter van tevoren aangeven, ik ga zo meteen remmen, hè? Weet je dat? Zuinig rij. Nee. Terugkomen op dat incident wat er vandaag was gebeurd. Ja, dat hoefde niet zo te gaan. Die man snapte dat niet. Die man die bleef nog eigenwijs.
eigenwijs, eigenwijs. Ik zit tegen hem alleen, vergoed alleen voor mij deze raam. Dit is niet mijn geld. Ik haal het voor iemand anders. Ja? Als jij dat niet gaat vergoeden, dan moeten we weer irritant via de verzekering gaan lopen doen. Nee, ik heb geen geld. Oh, je hebt geen geld, maar je kan wel hier zo tanken. Je kan wel dikke auto rijden. Kan zijn zoontje ook nog even aanrijden in een dikke Mercedes? Ja, we hebben geen geld. Nou, ga je toch binnen? Nou toch? Rare mensen. In ieder geval even richting de avondwinkel. En dan ga ik zo meteen nog wel wat meer daarover vertellen. En over dat soort situaties. Dus volg. Yes mensen, ik ben weer thuis. Om even terug te gaan op dat soort situaties. Dus dat soort ongelukken en zo. Best om te handelen. Schadeformulier invullen. En laat de verzekering het lekker verder regelen. Maar als jullie onderling iets kunnen regelen. Dus als je zegt van, ik weet dat ik ongeveer, nou, ik heb een kras op mijn auto en ik weet dat het ongeveer €200 gaat kosten. Nou, geef diegene jou €200, dan is het klaar, dan is het opgelost. Of jullie gaan samen desnoods naar een garage rijden. Dan vraag je aan de garage, hoeveel kost dit? Dan vraag je aan degene aan wie schuld het is van, wil je dit betalen? Zegt diegene, ja, betaalt hij het. Klaar, probleem opgelost, geen verzekeringsproblemen, geen ding is niks. Dat is een tip mensen. Maar goed, even kijken, ik moet wat tegen jullie, aan jullie vertellen, iets heel leuks. Even kijken. Aanstaande zaterdag ga ik samen met een paar andere YouTubers, waaronder, even kijken wie zouden meekomen. Enon Joost, Gekke Markie als het goed is. Matt, Teske, dat soort YouTubers gaan we met z'n allen langs een heleboel steden. Ergens in het noorden, dus Heerlen volgens mij, als ik het niet verkeerd heb. Groningen, Friesland ergens. Dan gaan we allemaal meet and greets houden. Oké, waarom? Zoals jullie weten is er voor 3FM weer de Serious Request. Weet je, die glazen huizen, de DJ's gaan erin blijven en dan halen ze geld op. Dit jaar halen ze geld op voor kinderen in conflictgebieden. Dus wil jij een bijdrage leveren? Zou dat heel tof zijn? Linkjes staan in de beschrijving, daar kan je checken. En je kan zeg maar meedoen met een actie om geld op te halen. Zoals je zegt van ik haal een heleboel geld op met mijn klas. Dan kan je een actie beginnen en dan, ja, dan doe je mee. Even kijken. En als je zegt van ik wil zeg maar jouw lievelings YouTuber ontmoeten, dan kan dat via even kijken www.seriousyoutubers.nl. En als het goed is, sta ik daar ook op. En jullie kunnen mij ontmoeten en allemaal van jullie favoriete YouTubers, die zullen allemaal aanwezig zijn bij de meet and greets. Ik ben nu even op de website seriousyoutubers.nl. En dan kan je tickets daar kopen. Al geld voor die tickets, zeg maar, die gaan dan naar kinderen in die conflictgebieden. Dat wordt allemaal opgehaald. En nou, mensen, gaan we even kijken wie jullie kunnen ontmoeten. Nou, ik zie hier Thomas van Stuk TV. Ik zie deze lelijke gozer. Hey, dat ben ik. Justo. Hey, dat ben ik. Hey. Wat gebeurt er als je op mij klikt? Oh, je kan niet op mij klikken. Kan je op hem klikken? Nee, ook niet. Oh. Colijn Wijnholz. Unicorn, motherfucking Joost, Teske Scheper, Gekke Markie. Even kijken, wie hebben we hier nog meer? Dionne Slachter, Rob Hoeks. Hoeks, oké. Vera Camilla, Kelvin Boerma. Hey Kelvin, hey Meert. Peter de Harder. Dus David Games, Job van Grafhorst, Ivo Becks. En dan kan je hier zeg maar je tickets kopen. Nou, dan heb je hier de meet and greet locaties. Even kijken. Dus in Heerenveen, Apeldoorn, Landgraaf. Ja, daar zijn ze. En dat is dan tussen 9 en 11 uur. Nou ja, dan komen we daar naartoe. En dan koop je hier, als het goed is, €10 per stuk als ik het hier zo doe. Dus dan doe je natuurlijk, je koopt natuurlijk 10 tickets. Want je gaat natuurlijk met je hele klas iedereen tientje neerleggen, doorgaan, betalen, et cetera. En natuurlijk kan je... Kom in actie en win. Gaan we dat even checken. Wat is dat? Ja, kom in actie. Kom zelf ook en maak kans op een heleboel leuke prijzen, zeg maar. Dan kan je hier zo aanmelden en dan kan je jouw actie aanmelden. Nou, als je dus jouw actie aanmeldt, dan kan je dus bijvoorbeeld met je klas, kan je een actie aanmelden. Probeer je zoveel mogelijk geld op te halen. Hoe kan je geld ophalen? Organiseer een sponsorloop of ga gewoon langs deuren. Vraag je ouders desnoods. En als het goed is, kan de meest actieve, de meest, ja, hoe noem je dat? De echte supporters die het meest hebben opgehaald. De actie loopt als het goed is door tot de 24ste. Die kan dan een meet and greet winnen met jouw favoriete YouTuber. En dat kan natuurlijk ook ik zijn. Dus als jij meedoet, jij, iemand van mijn YouTube familie, kan je een meet and greet met mij winnen. En een persoonlijke, hè? Dus
Ik kijk, een andere YouTuber die geeft bijvoorbeeld iets weg, of die gaat een... ik heb gehoord dat Tesco bijvoorbeeld een huiskamersessie gaat geven, dat de muziek gaat spelen in de woonkamer. Kijk, bij mij... Mattie, als jij met mij een meet and greet wilt, dan mag jij lekker bepalen wat we willen doen. Wil je gaan karten, gaan we karten. Wil je gaan schaatsen, gaan we schaatsen. Wil je snowboarden, gaan we snowboarden. Niet zeg ik op vakantie naar Marokko of iets. Niet te gek maken, alsjeblieft. Nee, maar... dus als je dat kunnen we dan doen. Dus alles op mij. Gaan we lekker een dagje samen chillen. Echte matties worden. En... Ik heb hier een hele toffe Nikon camera. Dus... Dit was mijn camera, zeg maar, voor deze camera. Dat is dan deze Nikon camera. Die is nog echt, mensen, gloednieuw. Ik heb hem maar een paar keer gebruikt. Eigenlijk bijna niet, dus je kan hem... Ja, het is gewoon gloednieuw. Die krijg je dan ook van mij. Dus die krijg je van mij helemaal gratis en voor niks. Die is helemaal voor jou. Het enige wat je daarvoor moet doen is zo gek mogelijke actie te verzinnen. En zoveel mogelijk geld op te halen. En ja, dan krijg je dat van mij. En ik zit nog te kijken wat ik nog meer kan weggeven. Ik zit te denken om deze... original YouTube hoesje die een beetje kapot is weg te geven. Dus ja, dat ik er dan een handtekening of iets heb dat je hem dan kan weggeven. En natuurlijk, ja, je komt natuurlijk in de vlog als ik de hele dag met je ga chillen. Natuurlijk kom je in de vlog. Ja, zullen we eens kijken wat ik nog meer kan weggeven. Misschien kom ik nog wel op iets leuks om nog wat erbij te doen. Misschien fix ik wel een pakketje of zo. Dat is geheim. Dus doe gewoon mee met de actie. Link is er allemaal in de beschrijving. Het loopt nog de hele week door. Dus wil je kans maken op een 1-op-1 meet and greet? Jullie weten wat je daarvoor moet doen. En mensen, het is ook weer tijd om deze vlog te eindigen. Vond je deze vlog nou leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet om een reactie onder achter te laten. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. We gaan richting de 100k, let's go. En vergeet natuurlijk niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...